Je hebt D66'ers in alle soorten en maten. Dat is nou eenmaal zo. Maar ze hebben wel iets gemeen. In het algemeen willen ze nadenken. Constructief nadenken over oplossingen. En gelukkig heel vaak in een progressieve richting. Landelijk is het helaas niet gelukt om een progressieve samenwerking in het kabinet tot stand te brengen. Maar dat betekent niet dat het lokaal niet kan lukken. En ik hoop zeer dat dat gaat gebeuren. En dan is het, zeg ik u, zeer de moeite waard... Om D66 te stemmen op 21 maart.